Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Vandaag speel ik 1 uur lang Quantum Conundrum. Het is een beetje zoals Portal, maar dan zonder portals. Het is echt superleuk. Precies onder mijn facecam staat een tekstje met Do a thing, dat ik aan kan klikken. Weet je wat? Ik doe het gewoon eventjes. Ik doe een ding. Let op. 3, 2, 1, ding. Ik weet niet precies waarom dat er staat, maar ik vond het delen waard. We kunnen beginnen. We kunnen de game beginnen bij het begin van de game. Het begin. We kunnen bij het begin beginnen, het begin. Maar daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Want dat is heel veel verhaallijn die niemand boeit. En van die puzzels zoals druk de knop in. Je hebt het gehaald. Dan begin ik liever even een beetje aan het einde van de eerste wereld. Dan moet ik wel heel flink wat uit gaan leggen over hoe de game werkt. Maar als jij, kijker, je hersenen zeg maar zo aanzet. Dan komen we er redelijk goed doorheen. We gaan continuen vanaf dit level. Dus dan gaan we vanaf hier gewoon de game induiken. Niet dat je denkt, wauw, doe je nou 1 uur over dit level? Nee. De game is dus redelijk vergelijkbaar met Portal in de zin dat je hebt testkamers met puzzels waar je doorheen moet. Maar je hebt geen portal gun, je hebt dimensies. En dat klinkt heel vaag en heel abstract en heel erg quantum. Dat valt hartstikke mee. Het wordt heel snel duidelijk ook hoor. Deze kamer draait namelijk om de zware dimensie. Moet je zien, druk op deze knop. Wat gebeurt er dan? Er komt een kluis uit. En die wordt vernietigd door de laser. Zet je de zware dimensie aan. Dan houdt hij hem tegen. Dat is 1 van de 4 dimensies in de game. En door deze video heen ga je ze alle 4 zien. En dan zie je dat ze samen best wel coole dingen geven. Dus dat. De zware dimensie is vooral om lichte dingen zwaar te maken. Maar bijvoorbeeld een doos, zo zwaar als een kluis. En dan kun je dan pressure plates mee openen. En dat maakt een kluis zo zwaar als 1000 dozen die zo zwaar zijn als een kluis. Oftewel 1000 kluizen. Oké, dan. Even kijken, wat gaan we hier doen? Wat gaan we doen vandaag? I don't like where this is going. Oh nee. Ik herinner me dit nog. Ik heb deze game namelijk 3 jaar geleden ooit op mijn kanaal gespeeld. Dit is kak. Wat je moet doen is je moet dus een trappetje maken met die dimensie van zwaarheid. Een trappetje van rechts naar links. En dat doe je zo. Maar waarom valt dat ding opeens om? Daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon een foutje in de game. Verdomme. Je moet dus een trappetje maken door iedere keer de laser aan en uit te zetten. Maar als je 1 dingetje verpest, moet je opnieuw beginnen. Nee, ik heb het verpest. Oh, ik heb het nog meer verpest dan dat ik al deed. Oh, mijn leven. Ik probeer het nog een keer. Dat is mooi, hè. Vallen en opstaan. De eerste rij lukt me. Ik weet, ik moet de bovenste 3 doen. En dan die niet. En dat moet niet. Nee, Rick. Dan schiet je dus in de stress. Ik schiet in de stress en ik denk, oh, ik heb die 1 net nog niet gedaan. Dan gaat hij terug en denk, oh, die tweede van links moet ik ook niet doen. Dat moet dus... Moet ook niet, maar dan doe ik het wel en ik schiet in de stress. Oké, deze keer gaat het lukken. Ik geloof in mezelf. Oh nee! Het einde lukte niet! Kak! 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 Nou, dit is een soort puzzel dat je voorgeschoteld krijgt. Zijn ze leuk? Ja. Zijn ze moeilijk? Soms. Ik heb hem! Ik heb hem! Kom maar hier, motherfucker. Zet die laser uit. Ik ga erheen. Ik ga polshoogte nemen. Ik weet niet of het nog belangrijk is of je in de zware of in de niet zware dimensie bent. Het belangrijkste wat je moet weten is, jij zelf wordt niet beïnvloed door de dimensies. Alles om je heen wel, maar jij niet. Het leukste voorbeeld erin is zometeen de tijddimensie. Wat? Mag je dat ding opeens heen? Huh? Wat gebeurde er? Ik verloor hem opeens. Zo, die gooi ik erin. Nu heb ik namelijk een tweede dimensie gekregen, de fluffy dimensie. Precies het tegenovergestelde van de vorige dimensie. De fluffy dimensie zorgt ervoor dat alles heel licht wordt. Zo kan je dus een bank pakken. Die gooi ik. Zo van, fuck banken, fuck de banken, ABN AMRO. Die gooi je dan. Dan zet je het weer uit en dan krijgt iemand een normale bank tegen zijn gezicht. Hartstikke leuk. De vraag is alleen, wat kan je ermee? Wat is het doel van deze kamer? Willen ze dat ik heen ga? Je kan ook deze dimensie uitzetten als je wil. Dan pak je hem gewoon weer uit, het rad van... Shit, ik kan ze altijd zo leuk ingooien. Ploep. De vraag is, wat moet ik doen nu met mijn leven? En er is ook niet een game die zegt van, nou Rick, misschien dit. Wacht, ik weet alweer wat er aan de hand was. Hier was wat aan de hand. Ja, allemaal lasers waar je niet doorheen kan. Ja, daar kan ik al wat op verzinnen. Alhoewel, ja, ik kan dus zo'n kluis neerzetten en hem dan gauw zwaar maken. Dat hebben we net gezien, dat werkt. Dan kan ik er doorheen. Ja, dan kan ik er doorheen. Nou, zo moeilijk was dat niet. Niet half slecht. Je bent zelf niet half slecht.
Sowieso, mensen die hun armen en benen kwijt zijn, die zijn sowieso altijd maar half slecht. Dat is fijn. Denk ik. Lijkt me gewoon een fijne gedachte. Dit was de kat van de familie. Leuk is ook, als je dus de dimensies aan kan zetten en je kijkt naar schilderijen, dan veranderen de schilderijen. Dus de kat en dan zet je de fluffy dimensie aan, die is heel schattig. En zet je de zware dimensie aan, die is in één keer full heavy metal. Dus ja, ik ben heel erg fan van deze game. Ik heb hem ooit gekocht voor 20 euro toen hij uitkwam. Gewoon omdat de Quantum in de naam zat. En ja, toen was het wel even schouw een dingetje. Maar daarna was hij redelijk snel weer, ja, niet heel bekend. Hier hebben we dus een laser en die zet het deurtje open. Oké, dan. Dat snap ik nog. Wat doet dit? Gewoon even een vraag. Oh, dat is een capsule met een dimensie erin. Die pakken we sowieso maar eventjes. En er vallen allemaal kluizen op. Laat ik even eerlijk zijn. Ik heb weinig idee wat er nu allemaal aan de hand is. Waar moet deze in? Oh, hier is hij. Het wiel. Het wiel. Oké, dan. Dus deze laser moet eigenlijk gewoon open blijven, denk ik. Toch? Ik doe alleen de deur, dacht ik. Of mis ik nu iets geniaals? Oké, dan. Nou, dan kun je wel zo'n doos opzetten misschien. Weer hier zo. Dan blokkeer ik deze laser. Oh, dan gaan deze lasers uit. Zo achteraf. Oké, dan krijg ik de fluffy dimensie. Kapauw! Lekker hoor. Nou, ga je er maar mee aan. Whatever. Doe lekker waar je zin in hebt. Oké. Nou is de vraag, wat moet ik nu met mijn leven? Moet je dit activeren? Ja, hè? Je moet deze laser zien te activeren met zo'n doos. Alleen er staan hier allemaal gigantische ventilatoren. Dat is een beetje de opdracht van vandaag. Het huiswerk. Die kluizen kun je waarschijnlijk meenemen. Die kun je zacht maken. Die zet je dan hier neer. En dan maak je ze weer niet zacht. En dan blijft de kluis gewoon staan. Slim. Dan kan ik er zo'n doos opzetten waarschijnlijk. En die zal wegwaaien. Kijk maar. Oh! Die zetten we erop en dan maken we hem zwaar. Hey, ja, ik heb, of ik ben gewoon geniaal, of ik heb nog een beetje wat onthouden van 3 jaar geleden. Maar, oh, we moeten nou door die deur heen dan. We moeten ook nog iets gaan. Dan waait die doos er vanaf en dan heb je het gehaald. Je zou namelijk ook als oplossing kunnen doen, ik zet 2 kluizen neer. Maar die kluis waait niet weg, dus dan zou je het niet halen. Ik had er niet eens aan gedacht om 2 kluizen te gebruiken, joh. Moet je zien. Heeft die hele zware ballon. En hier is hij, een lichte ballon. Oh, dit mannetje verschijnt de hele tijd. Hello, my name is Ike. Oké, doei Ike. Veel succes met je leven. Hendels! Hendels! Dus dat was een geniale puzzel uit deze game. Momenteel denk je misschien lame. Of je denkt, oh, interessante game. Dat zijn de 2 meningen die je in principe aan zou kunnen nemen. Dus niet eens dat je veel keuze hebt. Ja, je moet 1 van de 2 meningen hebben. Soms lagt de game een klein beetje, want mijn computer bezwijkt momenteel aan AIDS. Dus daar kun je ook niks aan doen. Is this the real life? Is this just fantasy? Weet ik niet, man. Nee, ik word ook alleen maar betaald om het te zeggen. Oké, ik heb deze vogel kan knopjes activeren. What the fuck is hier aan de hand? Oké. Hoe moet ik dit interpreteren? Waarschijnlijk krijg ik deze gast dozen of kluizen. Die zal ik hier tegenaan moeten zetten, denk ik. Huh? Of moet ik gaan stapelen met meerdere dozen? Want zeg maar... Wacht, ik ga eens weer die vogel eraf halen. Laat me even normaal denken, vogel. Als ik dit ervoor zet, zo, door middel van die windblazer die hem vasthoudt, dan gaat deze deur open. Maar dan ben je er nog niet. Waarschijnlijk moet hij dan weer dicht slaan. Toch? Dat de deur dicht slaat en dan... Hey! Zeg maar, stel ik zou deze vogel hier neerzetten, dan vernietigt hij waarschijnlijk de doos en dan gaat die andere deur daarachter open. Ja! Oké. Dat moet er dus gebeuren. Die box moet er staan en dan weer weg. Ik denk dat je niet kan rennen. Alhoewel, misschien. Soms zitten er ook wat behendigheidstrucjes in. Je weet het niet. Ik ga het gewoon proberen. Oh, moet je wel raak gooien, Rick. Sorry. Ja, ik zat even te denken, wat is ook weer gooien, wat is neerzetten? Ik heb de knoppen gevonden. Ren, Rick, ren! Oh, dat is wat te doen eigenlijk. Was dat het? Oké. Ik heb hier geld voor betaald. Nee, ik vind het wel origineel. Oké, wat heb jij allemaal voor moois in petto, jongeman? Nee, sorry, ik wilde de knop drukken. Meerdere kluizen. Oké dan. Wee! Oh, dit is zo leuk. Sorry dat ik doodga aan keelziektes. Jammer, hè? Ik vind het zelf ook heel jammer. Dan weet je dat in ieder geval. Ik heb zojuist per ongeluk de meest lelijke trap ooit gemaakt. We gaan het gewoon proberen. Het is wel cool dat de lucht hier dan zo... Ik moet de andere kant op! Om een of andere reden dacht ik gewoon dat ik hierheen moest. Nou, dan ben ik hier toch lekker. Jezus, doe eens moeilijk, man.
Oké, okay. Probeer het gewoon nog een keer. Hé, hey, grappige man. Dan geven we nog eens wat van die mooie trappetjes. Oké, okay, dus dat, rechtsboven, dat is de eindbestemming van deze reis. Zoals de NS dat zou noemen. De eindbestemming van deze reis. Oké, okay, die zit. Deze er zo'n beetje bij. Ja, ze hoeven niet helemaal strak recht alles te zitten. Als ik er maar overheen kan lopen. Zoveel ijzer stel ik nou ook weer niet. Trudy van de kantine. Oké, dan. Dan laatste kluis. 360 no-scope. Alles. Oh, dat is niet waar de kluis heen moet. Ka-tjau! Yep, dat is hoe ik het in gedachten had. Woe! Oké, dit is de reservekluis, denk ik. Zo, misschien dat dit niet gaat lukken. Oh, dat lukt wel. Ik heb het gehad. Oh, en dan nemen we zo één kluis mee. Die zetten we hierop. En dan pa-tjaka-pauw! Dat ging best goed eigenlijk. Dankjewel voor deze mooie tafel. Altijd al meubels willen hebben. Oh, shit, hoe moet dit? Hoe moet dit? Ik zie lasers. Hoi? Tafel! Beschermen! Oh, dit is het leuke. Als je doodgaat, zie je iedere keer levenservaringen die je mist. Want je speelt als een klein jongetje. Ik zit even te denken, hoe moet dit gebeuren? Je zou zeggen dat je de zware dimensie nodig hebt om de tafel hard te maken. Want die tafel maakt je in principe gewoon dood, toch? Oh, daar is hij ook. Ik had die zware dimensie helemaal gemist, joh. Nee, dan kan het. Zet een stoel. Zit je zo in het midden, bijvoorbeeld? Je kan ook gewoon lopen met die stoel. Het wordt een beetje tricky, maar... Dus zo. Ik weet niet waar de laser... Ja, de laser komt op me niet van achter. Oké, dan. Wat we nu gaan doen is, we gaan met de stoel vooruit lopen. En dan weer hard. Het is leuk. Ik kan het beste beetje naar links lopen. Dan heb ik ook meer tijd. Dit vind ik wel lachen. Dit is een leuke puzzel. Een soort, hoe heet dat ook alweer? Annemarie Koekoek. Nee, kroephoek. Ja, maar ik heb wel gezin in kroephoek. Oké, dan. Hartstikke mooi. Oké. En de proper amount of scoops on een. Dat is waar. Hij zegt: ik vind 3 een mooi getal, want het is het goede aantal bolletjes op een ijshoorntje. Sowieso! Eigenlijk is het gewoon het meeste dat ik mag van mijn ouders. De beste hoeveelheid, maar behalve dat. Mijn hoofd, zeg maar, meteen stack deze kluizen op elkaar zodat je bij die blauwe kan. Oh, godverdomme zeg. Dikke BMW! Het heeft er weinig mee te maken, maar ik hou gewoon van dikke BMW's. Ik mag natuurlijk ook een mening hebben, natuurlijk. Ik mag natuurlijk een natuurlijke mening hebben, natuurlijk! Of niet? Natuurlijk niet! Oké, dan. Ja, dit ziet er goed uit. Dan gaan de lasers uit. Maar er moet waarschijnlijk vast wel weer iets gebeuren. Dus, well, I could wat nu? Have done it better myself. Not bad. Is dit het? Want waar is die laser dan voor? Oh, zet je geen trappetje? Ik weet niet. Ja, waarschijnlijk als je een trappetje wil bouwen en je zet hem weer aan en uit, dan waai je al je blokken naar achter. Ja, dat is anders kun je zo een trappetje gaan bouwen en dat wil je niet, hè? Fuck alles! Ik krijg gewoon meer kluizen dan dat je nodig hebt. Een leuke vorm van bedrog, al zeg ik het zelf. Het leuke is ook vaak als je de puzzels hebt gehaald en je staat binnen, dan kun je op een knop drukken en dan valt je hele bouwwerk uit elkaar. Dat is het iedere keer. Je moet heel erg gaan denken van, stel ik druk op 1, wat heeft dat voor gevolgen? En dat vind ik leuk, dat je het na aan het denken bent over het leven, over dingetjes, allemaal dingetjes. Gewoon overal over nadenken. Dat lijkt me gewoon het tofste eigenlijk. Ja. Haal maar over hoor. Dan heb je die man weer. Oké, voor mij gaan we nu door naar de volgende verdieping van de game. Voor mij komt het daarop neer, zo meteen. Dan val je weer door een valluik heen en dan moet je... Ja, whatever, spoilers. Oké. Okay. Oh ja, dit zat ook nog in de game inderdaad. Spring veren. En dan doe je hem zwaarder maken en dan omhoog. En dan maak je hem weer zwaarder. En dan, als je dat goed doet... Oh, wacht. Dan moet hij weer omhoog en dan moet hij weer vast worden. En dan sla je zo het plafond eruit. Hoppakee. Boom. Ik heb nu ook de lichte dimensie, maar... Ik zie daarboven zo'n bolletje liggen. Dat zijn bolletjes, dat zijn collectibles. Oh, hè? Huh? Ik ga proberen die te pakken, want je moet natuurlijk iets met dat dingetje doen. Hoe laat ik... Ik moet zelf mee daarin. Hoe ga ik met dat bakje mee? Kan ik erop staan? Is dat het? Is er ergens een kluis waar ik hetzelfde trucje mee kan doen? We gaan het proberen. Mag ik op doos staan? Ik kan niet op de doos staan, of wel? Nee, je kan niet op de doos staan. Shit, oh, er is hier achter een kluis. Wacht. Boom! Kijk. Pak maar deze kluis. Dan kan ik de supergeheime collectible pakken die ik blijkbaar eerder had gemist. Oh, god. Ik gooi al eventjes gooien en loslaten. Van elkaar, uit elkaar. Een beetje zoals... Als Anna of Elsa of je moeder, weet ik veel, in Frozen Sing Let It Go. Dat ze eigenlijk zegt, ja, gooi maar weg! Wat? Een hele vage grap. Het slaat er nergens op, maar het is wel waar. Boom, kluis. Oké, dan. Heb ik de puzzel al geklaard? Of zijn er nog... Oh, ik heb al... Oeh. Is hier nog een pressure plate? Dan leg ik deze wel even lekker op. Gewoon lekker normaal. Hoppakee. Careful. Ja, precies.
Ja, precies. Waar is mijn doos heen? Dat zijn mijn vriendin laatst ook. Nee. Serieus, ik heb wel die doos nodig eigenlijk. Hij ligt hier nog. Oké, dan. Oh, hier is nog een knoppie. Huh? Maar deze deur heb je toch helemaal niet nodig? Apart. Nee, je moet dus deze doos zo meenemen en dan zo bam. Oh, nee. De doos. Ik kan het zeggen, dan krijg je wel nieuw van de game, toch? Zo zijn ze dan ook wel weer. Ik tikte op de verkeerde knopjes. Mijn leven! Poeh! En ja, eigenlijk is het enige wat dus in de dimensie verandert, is de vorm van de stoffen, maar de snelheid bijvoorbeeld niet. Het is niet zo, als hij zwaarder is, zou de natuur kunnen zeggen dat hij dan meteen zo plak naar beneden valt. Dat doet hij niet. Hij heeft dan een bepaalde snelheid en die neemt hij mee in de andere vorm. En ja, jij bent zelf dus totaal niet beïnvloed, anders zou je heel zwaar worden en dat is niet fijn voor je benen. Oké, dan, wat gaan we hier doen? Kijk, ik heb al een ideetje, denk ik, hier. Zou ik op de kluis gaan staan? Dat is vast een goed idee. Oké. Lanceer! Wee! Leuk! Dat was hem. Mooie lanceerberen naar de overkant. Hartstikke mooi. Is er nog wat te doen aan de zijkant? Vast wel weer collectibles die ik niet heb. Ah, mijn leven. Je kan er niks aan doen. Now ik ben een oen. Hou van watermeloen. Giant pit filled with keys. Keys? Het komt erop neer dat die man die praat, die zit vast in een van de dimensies of iets, whatever. En je moet hem redden. Je kent het wel. Ken je het? Ik wel. Mind the gap. Leuk. Leuk voor zonder grappie. Leuk. Druk op een knoppie. Wat krijg je voor moois? Een kluisie! No! Oké, dan. Ja, ik kan hier sowieso wel omhoog. Dat trucje hebben jullie net 10 keer laten zien. Dat is niet echt een puzzel meer, weet je wel. Oh, maak hem zwaarder. En dan van zwaar in één keer een super licht. En dan zwaar. En oh, wat licht. Oké, ik ben hier. Nu een vraagje. Gaat dat ding me doodmaken? Nee, lijkt het niet op. Oké, dan. We hebben hier een soort band. Hè? Dat kun je zien. Een lopende band. Eigenlijk rolt die meer. Haha. Nee, die hebben wij echt. We moeten naar de overkant zien te komen, sowieso. Met zo'n mooi zwaar blokje. Die dingen gaan we allemaal de lopende band in. Maar ze komen er niet uit. Misschien moet ik even uitzoeken waar dat door komt. Als ik die zware dimensie uitzet, komen ze hier dan wel uit. Kijk, dat zijn dingen die ik wel even moet weten. Of misschien is het licht zijn. Ik zag het niet. Ik probeer eens licht. De lichte dimensie. Komen er dan opeens wel kubus uit? Ik kan moeilijk naar de overkant zonder kubus. Of ik moet hem beneden gaan fixen. Ik heb het gevoel alsof de dimensie bepaalt of je er doorheen komt of niet. Maar ik zie niet wat er gebeurt daarbinnen. En als dat de oplossing was, hadden ze het vast wel beter laten zien. Dus daar zit ook alweer wat in. Je kan ook die kluis van beneden. Oh ja, tuur. Die kun je gewoon weer omhoog laten komen. Jongen. Ricky. Oh. Het is een beetje moeilijk. Oh, hij zit er wel nog op. Ja, oké. Oh, ik heb hem. Kijk eens aan, jongens. Dat moest even nadenken. Oh ja, dit weet ik. Oké. Ah, blauw. Oké, ik ga weer op dat bakje, dat dingetje staan. Zo, ja. Oké, 3, 2, 1. Zwaarheid. 3, 2, 1. Licht. Hoe, daar kan je heen. Oh, dat kan je toch niet. Oké, dan. Ja, ik ben nu aan de overkant. En volgens mij hebben we daar meerdere knoppen die ingedrukt moeten worden. Oftewel, we laden er gewoon 2 tegelijk. Laden! Klaar! Vuur! Ik weet niet of we er gewoon eindig krijgen. Dan heb ik er gewoon nog eentje in mijn handen mee. Ja, dat kan niet. Dan denk je, oh, dat kan! Oh, nee, sorry. Even goed laden. Ja, hij moet waarschijnlijk wel goed op die veren staan, anders dan... Oh! Oepsie! Oké, weet je wat? Ik neem wel gewoon 2 mee. Dat is vast een goede hoeveelheid. Laden! Vuur! Ja, best leuk. Oké, dan heb je namelijk 2 knoppies. Oh nee! Nee! Oeh! Nee! Shit, ik moet heel snel zijn met die dingen. Voordat ze... Ja, ik kan ze ook van die band afhalen. Dat is ook het grappige. Ze komen dus fluffy aan in de zachte vorm. Oh shit, deze gaat nu weg! Nee! Blijf! Oké, het is gelukt. Oeh, mooi gooi ook. Zo, via de muur. Pam. Oh, ik ben de meester. Nou, valt ik wel weer mee. Ik heb niet eens een diploma om les te geven. Haha. Echt waar. Ik heb geen lesbevoegdheid. Ik kan het bewijzen door je kind heel dom te maken. Joan de jetpack, waar? Ik ben benieuwd, oude man. Nou.
Oh, hier zo. Joan the Jetpack. Prachtig ding. Oké. Ja. Dus de jetpack werkte goed, behalve dat je er niet mee omhoog kwam. Ja, dat is wel een beetje moeilijk. Oké. Around the World. Is dat niet het nummer van Daft Punk? Ja. Onder andere. Oké, hoe de fuck ga ik dit doen? Maar ze bewegen niet. Too safe. Oh, leuk. Oké, dan. Around the world. Nee! Ah! Ik heb een trauma. Dat was kut. Oké. Around the world! Daft Punky! Oh nee, maar nu moet die andere kluizen dan langs, joh. Huh. Zeg maar, ik kan tot hier komen. En dan... Ik denk dat ik de oplossing heb! Oké, we hebben twee nieuwe kluizen nodig, sowieso. Maar vernietig deze dan namelijk meteen. Je moet er eentje overheen gooien en dan pas die ander neerzetten. Dat is mijn theorie. Kijk, dan begint hij ook te praten van, je hebt hem! Want ja, als je dat ding... Als je de volgende verkeerd doet, dan gaat deze kluis weer kapot. Yes! Oké, dan. Leuke puzzel. Ik hou wel van dit soort hersenkietelaars. Oh! Gaat net goed. Hij steekt er een beetje doorheen. En nu doodgaan, maar ik er tegenaan lopen. Zou toch even een potje flauw zijn? Hoja! Oké, dan. Wat is hier helemaal aan de hand? Oh, deze kakdingen. Dit is lachen. Je moet namelijk voetballen, als het goed is. Deze puzzel zit er namelijk vaker in de game. Dan moet je een soort gekke bal, ja, deze dingen. Dan moet je erin gooien, zo. Nice shot! Gaat deze gewoon nog een keer? Oké, ja. Ik kan deze vanaf hier misschien wel inkrijgen. Nope! Zelfs als het licht zijn die ballen heel zwaar. Dat zijn mijn vriendin laatst niet! Oh. Oké, dan. Even kijken hoor. Ja, volgens mij... moet je jezelf lanceren weer. Maar hoe? We hebben twee platen nu ook. Oh, ik weet het alweer. Dit is tricky. Hoe verzin je dit? Ik weet niet. Even oppassen dat ik niet omhoog schiet. En valt mee. Oké. Hier gaan wij op. Oh, sorry. Sorry mevrouw. Hier gaan wij op. En dan die bal zo. Dan schieten we ons allebei de lucht in. Dan pak ik in de lucht die bal. Gooi hem erin. Rick is het ver gezocht. Ja. Bal. Gooi. Mis. Ah. Hey, wat geeft deze gast ook ballen? Heb jij toevallig gewoon een lekkere bal voor mij? Oh, natuurlijk. Ik heb de sappigste ballen. Ik ook. Dus dat wordt een beetje een moeilijke strijd. Nou, gelukkig kan ik wel meteen verder. Zwaar. Licht. Oh ja. Nee, eroverheen. Ik zat er net voor. Ik denk, nou, ik wil een nieuwe strategie. Ik krijg een nieuwe strategie. Kak. Oké, probeer het gewoon nog een keer. Licht. Ik moet dus gewoon een normale worp doen. Nee. Het is ook nooit goed met jou. Oké, dan. Ik leer van mijn fouten en ik fout van mijn leer. Licht. Zwaar. Alles. Boom. Headshot. Maar dan zonder hoofd. En dan draait hij zo mooi weg. Oké, dan moeten we eventjes hier naar de buren. Ciao! Heerlijk om te doen. What? Nee. Oké, dan. Dus hier moet die kluis op waarschijnlijk. Dit is ver gezocht hoor. Dan moet hier waarschijnlijk dat balletje op. Dan vlieg je door de lucht. Pak je een balletje en dat bam, zo erin. Dit is nog eens een trickshot. Je hoort die Call of Duty gasten met de trickshots. Dit zijn de echte trickshots. Dus hier zouden 13-jarige kindjes... zo'n mom get the camera momentje voor hebben. What? Nee, hoe werkt dit spel? Ik ben Rick, ik ben mentaal 23 en een half. Ik snap er niks meer van. 23 en een half jarige mensen zijn gewoon mentaal niet helemaal 100 en dat kan. Gaat dit goed? Myrna goed! Myrna! Kak, dat was mis. Wie is Myrna? Weet ik niet. Oké, we proberen van deze kant. Dit is de duidelijk betere kant. Ik weet niet waarom. Dat is gewoon een gevoel, man. Hey, man. Je moet gewoon lekker mijn ding laten doen. Als je gewoon even je bek houdt, natuurlijk mooi. Dus, ik ga het dan nog een keer proberen. Want ja, ik heb niet zoveel keuzes. Of dat, of dit level helemaal skippen. Maar dan lijk ik ook weer zo'n loser. Ik lijk al zo'n loser. Dus dat kunnen we er niet bij hebben, hè. Oké, ik vind het van vorige net iets te vroeg. Ah! Nee! Ik zit in de buurt. En dat doet me goed. Maar ik ben er nog niet. Oké, dan. Oké, dan. Ik wil graag dat iemand deze video downloadt en dan zo'n face muziekje, trickshot, alles ervan maakt als ik wel score, zeg maar. Doe dat. Zet het online. Je krijgt geen struik van mij. Maar wel van mijn manager, die ik niet heb.
Ta-da-da! Is het heel erg met, zeg maar, dat als je zo beweegt en je gooit de bal en dan, weet je wel? Nee, oké, ik ook niet. Dus ik dacht, misschien snap jij er wel wat van. Ik gooi gewoon te vroeg. Terwijl ik denk juist, in het echte leven had hij gewoon 3 keer gezeten. Dat kan ik je verzekeren. Oh ja, het echte leven. Wat is dat ook alweer? Oké, dan. Laden, vuur. Oh, bal. What the fuck? Ik gooi die kluizen wel gewoon in. Kom nog in de buurt ook vanaf hier. Maar die bal is zwaarder, dus dat kan dat weer niet meer. Hoe kan een bal nou weer zwaarder zijn dan een kluis? Hier is iets. Echt niet pluis. Oh, wow, rustig. Blijf liggen, kreng. Jezus. Oké, laden. Vuur. Nee, kak, de kluis springt er vanaf. Ik drukte op de verkeerde toetsencombinatie. Had hij misschien al door, maar ik dacht, ik noem het toch even op. Oké, laden. Vuur. Kak. Ik moet gewoon doen alsof ik ernaast wil gooien. Gewoon, hey, waar moet die kluis ook alweer? Oh ja, daar zo. En alsof ik hem daar moet gooien, dan raak ik hem misschien wel. Je weet niet, ja, je moet jezelf ook gewoon domme kuttrucjes aanleren. Weet je, mij niet laten falen in games is een beetje alsof je een hond domme trucjes leert. Het is moeilijk. Well, yes! Well played. You are the master. En nu gaat hij zomaar gewoon alsof het niks is. Een deur open, denk ik. Hoop ik. Yes! Trek maar aan die handles, Johnny. Oké, dan. Ik hoop dat we nog tijd hebben voor de... toch een beetje richting de derde en de vierde wereld te gaan. In ieder geval de derde wereld. De derde wereld is met tijdvertraging. En dan zie je toch inderdaad van hoe de wereld zou zijn als de tijd zoveel langzamer zou gaan. Ja, sorry voor de lag nogmaals. Ik ga binnenkort een nieuwe computer kopen, hoop ik. Oké, dan. Hoe werkt dit? We moeten over zo'n band heen. Dit is meer echt een looplabeltje dit. Hoppa! Ja, dit is nog wel wat te springen. Jump up! Jump up! Nu wordt het moeilijker. Maar we hebben een sofa bij ons. We moeten dus gelijk staan met die sofa en hem dan zwaar maken. Dat is een beetje een plan. Sofa bescherming! Sofa bescherming! Easy now. Ja, oké. Nu moet dus iets heel snel gaan gebeuren. Ik moet die sofa en ik moet er van plek wisselen. Hey, sofa, please! Zwaar! Wat? Nee, sofa! Why? Dat is een goede vraag. Goede opmerking. Dingen die je niet hoeft mee te maken. Het is veel te veel geld dat je betaalt voor je opleiding. Dat is in Amerika vooral zo. Dan betaal je net voor je hele opleiding betaal je zo'n $95,000. Hè? Ik hou van geld. En dan moet je niet zwaar uitgeven, joh. Oké, je moet even deze bank wat meer schuin zetten. Dan gaat het makkelijker lukken. Yes! Ik heb het gehad. Is dat alles? Ja, bank, ik ga met jou mee die kant op. Ik ga even lekker op de bank zitten. Maak hem even lekker zacht. Oh, de lekkere zachte bank. Oh, kut. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik zet even mijn beeld op normaal, dan zie ik het beste wat er allemaal aan het handje is. Bankie, ben je mee? Waar de fuck is Bankie? Is hij al weg? Is Bankie... Nee, wat doe ik? You will never experience doing Vegas. Maar heb je geen Bankie nodig hiervoor, maar het is gewoon lachen. Wee! Oké, hier is een hendeltje. Moet ik vast overhalen, voor de zekerheid. Weet je het zeker? Oh, een andere route. Kom terug? Ja, dat kan. Oh, tof. Wat geinig. Dan ga ik gewoon lekker niet de hendel overhalen. Waarschijnlijk heb ik het de vorige keer wel gedaan, dus ja. Bed dat ik een rondje ga. What the fuck is dit voor cools dan? What? Lekker glijden, jongens. Dat is niet verkeerd bedoeld. Ik ben gewoon oprecht fan van lekker glijden. Oké, dan. Laden! Erop! Vuur! Ja, we gaan weer... Oh, wat? Ik moet er vanaf springen. Kut. Hou ik dat even niet op. Vraagje. Help. Oeh. Dit is nog eens een jump map ski. Oké, even met die... Weer op scherp, Ricky. Oké, dit is moeilijk. Oh, we pakken even deze kluis, als het nog lukt. Ja. Gaan we hierheen. Er is hier namelijk een extra laag trickiness toegevoegd. We moeten ook nog door die ruit heen. En... ik klans er tegenaan. Ik kom voor die kluis. We gaan het proberen. Huh. Yes. Dat ging nog redelijk goed. Auw, ik voel een kluis op me. Ik ben een kindje. Kom op, man. Niet cool. Oké. Yo. Ziet er weer mooi uit. Mooie fabriek hebben gedaan.
Mooi zo. We lopen lekker door een gang. Dat is mijn specialiteit. Gangen. Drie gangen menu. Twee gangen menu. Menu? Wil je menu? Ja, het ergste kan gebeuren is dat je verschrikkelijk faalt. Dat is wel het soort faalelijk advies dat ik later aan mijn kindjes wil geven. Die ik niet krijg. Omdat ik te hard faal. Het einde van het begin. Dit zal wel het einde van de Eerste Wereld zijn dan. Oh mijn god. Ik poep kak. Oh, dat is het net. Dan ga je die kluis open en dan krijg je de volgende kleur. Wat moet ik doen? Gewoon één vraagje nog. Wat moet ik doen? Voel ik me namelijk af. What the fuck is hier aan de hand? Serieus. Ja, het beste is gewoon polshoog te nemen. Even gaan kijken. Mr. Polska. Polshoog. Ja, ik moet die lasers uitzetten. Goeie tip. Ja, die zijn aan de overkant ergens. Oké. Okay. Ik heb zomaar het gevoel alsof ik zware banken moet gebruiken daarvoor. Hoe dan? Dit gaat zo snel. Ik kan er eentje heel ver gooien. Zo. Oké, ik ben al zo ver. Wat nu? Oh, ik kom er wel. Voor mij kan ik nu gewoon langs in die bak lopen, toch? Ja, kijk eens aan. Ik ben aan de overkant in ieder geval. Fuck jou, mam. Oké, deze sprong ga ik waarschijnlijk niet redden. Ik ga het proberen. Kut idee. Dit is ver. En daar moet je heen, uiteindelijk. Schijnt. Moest ik hier wel heen? Vraag ik me ondertussen heel zielig af. Er is hier wel een plateautje. En nog eentje. En ah, lasers! Kak! Ik zag die plateautjes eerst helemaal niet. Ik zal nooit ervaren om je eerste huishouder in. Oh! Oh! Oh, dit hoort echt niet. Dit is hacks. Ik heb zojuist heel hard de game gehackt voor mijn gevoel. Oh, sorry. Let niet op mijn kleine hoofdje. Ik leef. Oké. Zet de lasers uit, alsjeblieft. Gaan ze uit? Waarom niet? Oh, wacht. Dat is wel even fijn voor mijn hoofd. Oh ja. Oh ja. Geef me alles. Oh, mijn gezicht. Oh. Heel veel kluizen. Dat zijn heel veel kluizen, jongen. Ik vind het wel leuk dit. Oké, dan. You'll have to bridge the gap somehow since the scaffolding collapsed. Ja. We moeten een bruggetje maken. Oh, ik weet wel wat. We kunnen hier zo. Ja, dit heb ik. Oh, dit is goeie. Dit is goeie. Als ik zeg is goeie. Geen zorgen. Wat je kan doen is dit. En dan kun je, hij zei bridge the gap. Ik dacht meteen, hoe gaan we een bruggetje maken? Ja, de ventilator staat de verkeerde kant op. Maar je kan letterlijk een soort bruggetje maken. Dit is veel beter dan Poly Bridge. Fuck Poly Bridge. Een statement die ik even maken. Misschien moet ik de volgende week zo gameplay met Poly Bridge gaan doen. Fuck die shit. Dat zal Poly Bridge leren. Oh, valt zo in elkaar. Oké, zijn we er nu? Okay. Is dit het? It looks as if the motor is stopped. Oh ja. Dit is grappig. Je moet de motor, ik kan me nog wel herinneren, zien. Ik een memorabel kindermoment vond, van toen ik 17 was. Wat je doet, is je zet de dingen op en dan moet je iedere keer wisselen tussen licht en zwaar om een motortje aan te drijven. Kijk, ik ga dat demonstreren. En, oh ja, wacht. Hij zat te ver. Hij moet, zeg maar, iedere keer als hij naar beneden gaat, wissel je. En als het goed is, gaat hij dan op een gegeven moment heel mooi rondjes draaien. Zwaar. Licht. Zwaar. Licht. Zwaar. Licht. Zwaar. Licht. Zwaar. Licht. Zwaar. Licht. Sneller, 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 sneller. Dit werkt in... Oh, wat een leuk plaatje. Tam, da, da, dam. Dit is het huis waar we zijn trouwens. Energie werkt, soort van. Achtig concept. Water. Oh, het aantal keer dat je van dimensie wisselt in een level wordt opgenomen. En is ook een soort... je kan het in zoveel stappen doen, dan ben je cool, achtig iets. Hitchhiker's Guide to Dimensions. Dat is grappig, want ik heb laatst de Hitchhiker's Guide to the Galaxy gezien. Hele lange hond. Een hele lange hond. Ik ben niet zo fan van lange honden, maar dit is wel een lange hond. Oké, we zijn nu weer hier. Dat is helemaal niet handig. We gaan eventjes naar de main menu en dan gaan we gewoon de volgende wereld even induiken. Want dit is een mooi verhaal en troep en gay en... Niks mis met gay zijn, maar het is gewoon niet mijn ding.
Zoals ik wel vaker heb gezegd. Oké, dan. Our saves will blood out the sun. Dat is als goed is waar we zijn. Hoop ik. Continue from this level! Auw! Yes. Heb je er zin in, Rick? Nee. Nee, ik heb nooit zin. In dingen. In het algemeen. In de brede zin. Alles. Wie is Bianca? Geen idee. Wat? Arceus, blood out the sun. Als het goed is, krijgen we nu de derde dimensie. Ja, precies. Jij zegt het, opa. Ik heb geen idee wat die gast allemaal zegt. Gewoon, ja, jij zegt het. Werkt sowieso voor alle opa's. Ja. Dat is gewoon waar. Dat, ja, je kan allemaal dingen gaan zeggen, maar soms zijn dingen gewoon waar. Dit is wel cool gedaan. Wat ze nu namelijk gaan doen, wat ze vaak doen in het begin. Eerst worden de dimensies iedere keer gedaan door een machine omdat je zelf te dom bent. Hier is een dimensie die iedere keer alles super traag gaat, maar die gaat uit zichzelf aan en uit. Want waarom dan? Nou, dan is er een klein jump mappie. Dus de machine die spuwt allemaal meubels en die vliegen door de lucht. En als je dan de tijd dus heel langzaam maakt, dan heb je mooi de tijd om tussen al die meubels door naar de overkant te hoepelen. Wat ga je nu doen? Abonneer. Boop. Je hebt wel redelijk de tijd. Ik zou niet zeggen van, oh, neem nog even een broodje onderweg. Weet je, het is te doen. Hoop ik. Als het niet te doen is, dan niet, hè. Voor de spannendheid blijf ik nog even hier staan. Oh! Heel snel reageren we dit. Fuck it. Het is wel kunstig. Ik vind het wel mooi, zo al die vliegende meubels. Meubels! Oké, dan, boef. Show me what you got. Het duurt fucking lang. Ik heb mijn gezin in. We kunnen hier de overkant via een kluisje. Ik zie al later wat je voor me achterlaat. We moeten vast al eerst toch nog eerst hierheen. Dus misschien had ik iets mee moeten nemen. Dat is mooi. Er zit inderdaad een soort vertraging in wanneer een kluis kapot gaat door zo'n laser. Dus in die korte vertraging kan je heel even gauw op de kluis staan. Heel geinig gedaan. Ik geef het een... Hier zien. Dit is een echte, niet zozeer een abonneren, maar meer een reageren momentje. Boop. En dan spring je erop verder en dan ga je... Oh, kak! Wat doe ik? Ik ben zo dom soms! Ah! Ik zou mezelf echt een keer dood moeten slaan. Heel hard ook. Maar het beste voor iedereen. Oh, een lasertje toch. Lasers zijn echt bitches. Wetenschappelijk bewezen door mijn oog. Boop. Ja. Blub. Moet hier namelijk heen. Tja! Ik vind het heel irritant dat ik het niet zelf mag besturen, want het duurt me veel te lang. Het enige wat hier staat is een DOS, die kan hierop. En dan wisselen we de vogel van de tijddimensie naar de zware dimensie. Dan kan ik eruit. En dan moet je zien. Het is grappig, hetzelfde pad kun je naar me teruglopen, maar dan anders. Boop. En dan heb je de hele zware kluis. En die. Oh! Kut! Kak! Het grappige is, de langzame dimensie duurt veel langer. Want die beest die de langzame dimensie bestuurt, bevindt zich dan ook in de langzame dimensie. Dat is een beetje raar, eigenlijk. Dus ja, dit één, want de langzame dimensie gaat bijvoorbeeld de tijd 5 keer zo langzaam, misschien zelfs 10 keer. Dan zit er ook, duurt ook 10 keer zo lang voordat die vogels Becky zo doen. Maar kun je gewoon terugspringen hier, het hoogste verschil. Boop. En als het goed is, gaat deze gas ons dan een kubus. En die kan dan daarop. Ja, en dan zo zwaar. En dan, yay! Woe! Ik heb het gehaald! Denk ik. Nou, laat me even lekker zelfstandig doen met die tijddimensie. Ik ben een volwassen vent! Nou ja, vent. Vent klinkt meteen zo. Ik ben een vent. Dan moet je vent. Dat ben ik niet. Ik ben gewoon Rick. Ik ben Ricky. Hey. Dat ben ik. Aangenaam. Oké, dan. Wie heeft er zin in? Een beetje raar om te vragen na 42 minuten spelen. Hebben we er allemaal zin in? Ja, een tijdje geleden wel. Oké, hier is een vogeltje. Vogeltje Pok. Oh, dan kunnen we even door deze dingen heen. Cool. Ja, is niet erg. Ik vind het wel een beetje een onverantwoordelijke man. Ik ken veel onverantwoordelijke mannen. Waaronder ik zelf, dus ik heb niet veel te klagen. Maar ja, het is tot je kindje van 7 die je door al deze lasers heen leidt. Had je niet gewoon geen lasers, maar gewoon een soort kietelstraal, hè? Over nagedacht? Dat is wel cool, een beetje op tafels reizen en zo, dat is wel mijn ding. Oh, fuck, daar had ik ook heen gekund. Vast wel weer een magische upgrade. En dan verwijderen we zo die lasers daar.
Oh, oh, ho, 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 ho. Ik wil blijven staan, wat gebeurt er dan? Ga ik dan dood? Ja. Oké, dan. Oeh, er gaan banken omhoog en naar beneden en alles hier. Oké, er ontstaat hier een bankie. Bankie! Dan moet ik waarschijnlijk weer overspringen op een ander bankje. Dit is wel intense shit. Oké, daar gaat hij al, ja. Hoppla! Hoe verzinnen ze dit soort puzzels? Ik wil echt een deel 2 en een deel 3 en een deel 80 met 1000 dimensies. Ik vind het heerlijk. Gewoon kunnen aan doen. Daar zo gaat wel een kluisje omhoog als je het niet erg vindt. Dan pak ik die gewoon even. Spam, bam, bam. Ja hoor. Oké, en nu? Oh, dan ben ik er gewoon al. Okay, mooi hoor. Jong, 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 jong. Tafeltje. Tafeltje, dekje. Wee! En dan moet ik natuurlijk daarop. Hoppakee. Oké. Waarschijnlijk wordt het weer een beetje oppassen geblazen voor lasers. Dus, Oh! Wat? Nee! Oh! Ho! 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 Rustig! Even rustig, joh! Jezus! Dankjewel. Je moet gaan. Oh, door de ding heen. Hopla! It's an important aspect of life. Gaan die banken nog kapot? Ja, dat gaan ze. Oké, dan. Ik vind het leuk hoe die vertraging die mensen een soort oldschool vibe heeft. Het is ook zo, als je naar schilderijen kijkt met die vertraging, dan zijn ze opeens allemaal heel oud, geloof ik. Precies. Dat zei ik eerder al. Je dimensionele stabiliteit is hetzelfde, man. Vraagje? Hoe los ik dit op? Nee, maar echt. Oh, moet die onderdoor sneaken? Super geheime sneekweek. Oké, dan. I've been able to ground several of my inventions in our normal baseline dimension. Tuurlijk. Hij heeft echt een grote kelder. Er passen heel veel kinderen in. Lekker hoor. Wat? Kun je niet zeggen? Nee, toch? Lol, haha. Haha, YOLO kinderen. Kinderen YOLO. YOLO kinderkelder. Doe de robot. Doe de robot. Doe de robot. Anders maak ik je kapot. Oh. Kijk, als je natuurlijk de lasers weer aanzet. Dat weten jullie niet, maar die lasers die... gaan heel langzaam. Zie je dat? Hé, hey, dat zie je dus oorspronkelijk niet. Zie je gewoon dit. Als je daar langzaam in die dimensie zit, kun je er gewoon doorheen. Dus die kun je sowieso doorheen. Nou is de vraag een beetje... Oh, wacht. Kan ik dit doen? Is dit te halen of mij wel? Gewoon met die doos nog achter die lasers doorrennen. Slim, slim, slim. Oké, dan kan ik hem hier opzetten. Wat doet dat? Aha! Zachtigheid. Oh, shit, ik moet één dimensie inleveren. Basic orthogonal traversing bot. I invented them along to perform simple tasks. Ik mag een dimensie niet hebben. Intelligence is extremely simple, but it helps to keep the house in order. Ik kan eens even dit glas breken hier. Aangezien die normale kluizen zijn, ga ik ervan uit dat de dimensie die we in moeten leveren de zware dimensie is. Ja, ik moet toch iets met kluizen gaan doen. En doen we de lichte dimensie erin. Zo. Neem even een kluisje mee doorheen, denk. Oh, ik denk dat ik het al snap. We moeten eerst die doos. Ja, die doos. Weer uithalen. Oh ja, wacht. Wacht, 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 wacht. Deze eruit? Hallo? Meneer, nee. Die eruit, ja. Even deze twee nodig. Wat gaat Rick doen? Wat gaat Rick doen? Goeie vraag. Wat ik ga doen, lieve dames en herentjes. Ja. Oh nee, wacht, ik kan die doos niet pakken. Nee, dit werkt niet. Ik wil eigenlijk die kartonnen doos die ik hier ergens had, die ik net iedereen geflikkerd heb, die wil ik weer proberen op die schakelaar te krijgen. Dan kan ik met tijd en kluisdimensie, of lichte dimensie, kan ik naar de overkant. Ik zal eerst even deze langs gooien. Zo, die is daar vast. Dan gebruik ik nog zo'n kluis om zelf langs de deur te gaan heen en terug. Nee, maar ik kan niet terug. Oh, nee. Ik kan niet terug. Dan moet ik meerdere kluizen... Dat kan ook niet. Oh, nee. Ik kan meerdere kluizen er langs gooien. Ik gooi even één kluisje erbij voor straks. Dat blijkbaar is het een goede oplossing, want die gasten begint te praten. Dat is vaak een goed teken. Ik gooi gewoon een paar kluizen er langs voor later, voor mijn kinderen. Oké, dan doen we zo. Voor mij doe ik heel moeilijk hoor. Voor mij is het helemaal niet moeilijk, een soort omweg. Maar ik heb namelijk geen idee wat ik aan de achterkant moet doen. Ik heb geen idee waarom ik momenteel deze kluis aan het verzamelen ben. Maar het moet waarschijnlijk wel. Dat is een beetje mijn manier van denken momenteel. Raar. Ah, mooi worp, Rick. Mooi worp.
Oké dan, die is kapot. Leggen we deze hier neer. Ja. Ja. Oké, wat is namelijk ons doel in deze kamer? Oh, er moeten meerdere knoppen ingedrukt worden. Dus je moet wat kluizen er doorheen sluizen. Oké, ja, dat kan nu. Officieel. Ik heb er eentje nodig voor de deur. Oh, nee, niet één. Ik moet eentje nodig voor de deur. Dan kan ik weer terug in ieder geval. Als ik eenmaal terug kan. Oh, nee. Huh? Oh ja, ik kan er gewoon langs. Lol, laat maar. Zie, ik was dus heel... Ik was in meerdere stappen aan het denken. Deze moet blijven. Hey, ga erin. Oké, die eruit. Deze erin. Oh, of niet? Nee. Ja. Nee, dan heb ik alsnog dat ding niet. Huh? Wat doe ik met mijn hoofd? En dan kan ik er weer niet langs. Rick, wat doe je met je hoofd? We hebben de lichte dimensie nodig, anders kan ik geen kluizen optillen. Dat is gewoon een feit. En toch weer de zware... Ja, ik moet gewoon de zware dimensie hebben. De lichte en de zware, dan kan ik er telkens langs. Ja, leuk, Ricky. Oh, heb ik nou de tijd. Oh. Boom. Oké. Zo. Zwaar. Plop. Oké dan. En dat kun je gewoon 100 keer doen. We kunnen gewoon de hele kamer vullen met dozen. Als we dat willen. Hebben we daar zin in? Nee. Het is gewoon saai. Oké. Doe ik het niet. Hè? Zo. Meer dozen voor het volk. Prinses Beatrix is zelf een doos. Als je dat maar weet. Dus dat. Plop. Oké dan. Gaat het spektakel hier weer verder? Jongen, wat een trickshot! Er komt er nog eentje hoor. Ja, in principe was één doos al genoeg, want je kon die andere doos ook gebruiken. Hier zie je trouwens een mooi voorbeeld van een schilderij dat verandert. Hier is het heel lief. Een normale schilderij en heel duister en bomen en zo. Oh, eng! Happy little termites. Kleine blije termieten. En geen lag. Yeah. When I was your age, I used to have to construct my own computers if I wanted them smaller than a refrigerator. Whoa. You kids are entirely too small. Discotijd tussen de lasers. Kijk me gaan, ik hou niet van tasers. I've become a rather interesting lab assistant. Maar moest je dit ding niet tussen houden? It's a bit of a hindrance. Zeg maar, hij valt dan natuurlijk heel langzaam en dan heb je wel tijd, hè. Ik weet niet meer wat er in deze kamer te doen is. Waarschijnlijk heb ik even dat doosje nodig. Zo. Ik heb geen idee wat ik doe, maar dit is waarschijnlijk de oplossing. Flats! Nee! Oh shit, ik moet gooien. Moet ik die bank redden? Fuck bank! Nee! Wat gebeurt er? Oh! Nee! Oh ja. Die laser die daar zit, zijn volgens mij commando. Dus die speuren die bank op en je flikker hem dan weg. Je moet hem eigenlijk tussendoor gooien en dan weer de slow motion. Nee, dan gaat hij alsnog dood, toch? Jullie gaan alsnog mijn bank kapot maken nu, of niet dan? Ja. Hoe kan ik die bank meenemen dan? Hoe krijg ik die bank van de ene kant naar de andere kant? Ja, het moet iets met tijdvertraging te maken gaan hebben, hè. Hoi. Wacht, als ik hem meeneem... Die lasers reageren niet zo snel. Ik kan het maar niet mee... Ik zat te denken van, ja, als ik hem meeneem... Maar ik kan niet in twee dimensies tegelijk zijn. You should try what sometime? Wat? Ja... Dit werkt niet. Nee, ik heb het al een keer geprobeerd. What the fuck is dit dan? Hoe dan? Ik heb echt het gevoel alsof ik iets mis of zo. Er is iets in de vorige kamers, jongen. No! Ah ja! Dit bestaat nog. De lasers uit. De lasers zijn weer uit. Ja, dit is niet heel lang, dat feest. Je kan die lasers zo lang uitzetten als ik wil. Oh, ik snap hem al! Ik snap hem! Oké, ik weet niet of iedereen me nu begrijpt. Dus je gooit eerst de bank, zet je de tijd stil. En dan zet je ondertussen heel slim de lasers uit. Oh. Het is eigenlijk gewoon een typisch voorbeeld van, ja. Zoveel mogelijkheden... Oh, dan gaat het nog kapot, of niet?
De bank is veilig. Het is een dingetje van in je hoofd ga je alle mogelijkheden af. En dan besef je, ja, dit is eigenlijk een van de enige manieren waarop dit zou kunnen. En dan kom je erachter dat het goed is. Wow, ik dacht echt even van nee. Ik wil niet de laatste 10 minuten bezig zijn met deze troep. Dat is niet waar. Ik was er met de laatste paar minuten mee bezig. Ik heb er gewoon nog 8 of zo. Yeah. Oké dan. Ah, and here you see stately quadrangle manor as it stands now. As you can see, mooi, I've made some. Dat is mooi. Dat is moe, man. Je bent zo moe dat ik gewoon echt een keer ga slapen binnenkort. Gewoon echt een beetje lang. Stiekem. Dus dat is wel lachen. Hoe dat, It's a slow throw from here on out. What the fuck, vriend? Ik had even een snel vraagje. What the fuck? Ja, dit kunnen we weer doen. Zeg maar. Oh, ik weet het alweer. Je gooit deze zo. En dan zet hij eerst de ene laser uit en dan de andere. Ja. En ja, dan gaat hij daarheen. Dit is helemaal goed. Alleen, wat nu? Dit is dus, je moet inderdaad deze gooien. Tot een soort van ding. Tot het een dingetje wordt. En de vraag is nu, wat de fuck moet ik nog meer doen? Er is meer aan het handje. Misschien moet ik gewoon even het hele level verkennen voordat ik allemaal gekke aannemingen doe en zo. Nou, kijk. We gooien een doos. Dus je gooit de doos, reed tegelijk met het andere ding dat je gooit. En dan kom je gewoon niet beneden. Dat is mijn strategie voor vandaag. Oké dan. Ik kan beter die kluis hierdoor doen en niet omgekeerd. Want de kluis is breder, dus die vangt meer van die laser op. Oh, ik geen moeite. Oké dan. Deze kun je nog steeds pakken in slow motion. Oké. Gaat hij de eerste? Oh, hij is al voorbij de eerste. Dat gaat niet goed. Gewoon onderscheppen. Dit is kansloos, zeg je dan. Zeg, herhaal mij. Hé, hey, kluis. Dit is kansloos. En dan komt hij erachter dat het kansloos is. Stopt hij ermee. Oké. Oh, kak. Dat was heel kansloos. Ik heb veel kansloze kak gezien op YouTube, hoor. Maar dit spant de kroon. Oh, dat is ook heel kansloos. Ik zet hem al weer eroverheen. Ik kan ze wel meteen weer opvangen als je het goed doet. Een beetje met een boogje gooien, denk ik. Gooi! Nee! Kut! Het zat te laat! Nee! Oh, ging nog redelijk doorheen ook. Nooi op! Moet ik wel eens een kutdoos ophalen? Dacht het niet! Oh, dan krijg je hier al eentje. Kijk, dat is de service zijn. Daar doe je het voor, misschien. Waar zou je dit voor kunnen doen? Oh, die gaat er weer niet doorheen. Of toch wel? Gooi voor de zekerheid, dus nog maar! Wow! Nee, hij is er niet geraakt. Maar misschien een beetje succes. Raakt hij de tweede laser ook niet. En is de doos kapot voor altijd. Kan hij gewoon mijn kluis zwaarder maken? Nee, Rick, die optie is er vandaag helemaal niet. Je kan helemaal niet je kluis zwaarder maken, jij drolly. Ik zou het graag doen, maar ik kan niet. Oh, kut. Oh, kakkie. Ik ga meteen de vertraging uitzetten als je wel bij het einde bent. Je hoeft niet per se de hele vertraging aan te houden. De vertraging is puur voor het snel achter elkaar kunnen gooien van de twee dingen. Leeft de doos nog ofzo? Ik krijg geen nieuwe gespawnd opeens. Huh? Die doos komt al telkens hier weer uit. What the fuck is dit nou weer dan? Hey! Hier heb ik dit. Nou, ja zeg. Irritant dit. Mooi doosie. Hartstikke mooi doosie. Zo! Dat is een mooie doos. Die bewaar ik. Op mijn mobiel. Oké dan. Wil je doos op mijn mobiel bewaren? Weer te hoog. Te hoog. Kan ik niet gewoon handmatig met mijn hoofd... Ja, wat? Nee, de laser blokkeren. Ja, dat doet dat toch lekker. Kan dat niet ook gewoon, zeg maar? Het lijkt er wel op. Waarom heeft niemand dit ooit geprobeerd? Fuck die kluis, man. Ik moet alleen die doos wat hoger gooien. Dit is wel echt een dingetje. Dit is gewoon een alternatieve oplossing. Net zoals dat... Ja, gewoon heel veel drinken. Een alternatieve oplossing is voor het feit dat het niet goed gaat op school. Er zijn gewoon alternatieve oplossingen. En die moeten we gewoon met z'n allen erkennen. Anders gaat het niet goed. Denk ik zelf altijd. Het gaat helemaal goed zo, joh. Ik weet niet of ik de doos goed heb gegooid. Hij gaat nogal naar beneden namelijk, en dat wil ik niet. Doos, kom op man, wat een plan. What the fuck is die doos aan het doen met zijn leven? Moet hem gooien als hij in de zachte stand is, dan komt hij vast nog verder. Ik kan ook gewoon die kluis gooien trouwens. Als ik denk dat ik daar meer geluk mee heb.
Oké, moet je zien, moet je zien. Ga uitlezen, ga uit. Gaat hij nog uit? Nee, net te laat. Maar het idee is hetzelfde, dus het komt helemaal goed. Oh, shite. Oh, hij zat er de eerste heen. Kijk, dat scheelt. Geloof ik, ja. Nee, ik sprong verkeerd. Oh, daarom is het handiger om die kleine doos te gooien. Had ik maar een kleine doos. That's what she said. Moeilijk, man. Dit is moeilijk, moeilijk. Oké, deze gaat goed. Zodra die er doorheen is, doen we naar deze. Het gaat nu lukken, dames en heren. Het gaat lukken. It's the final countdown. Tududu. Ik hoop dat hij niet valt. Wat gebeurt er nu? Okay. Yes! Yes! Ik ben de alternatieve oplosser. Fuck deze hele woonkamer. Nou, daar voelt ik helemaal niks toe. Dus vast wel iets speciaals te doen wat me niks boeit. Dus dat boeit me niks. Hey! Het is feest! Het is feest, want vandaag zijn er weer mensen jarig. En de game loopt een beetje vast. Toen ik 3 jaar geleden de game speelde, had ik er nooit last van. Dus er is vast ergens in de 3 jaar iets kapot gegaan. Ik ben het. Ik ben kapot gegaan. Is English truly that difficult? Zo, dat is een YouTube commentaar op zijn best. Dan wordt bla bla bla. De kat zit in het wiegje. Nou, dat heb ik nog nooit eerder gezien, maar jij zegt het, dus het zal wel. Wat? Ik kan niet in Minecraft even openen wat er allemaal gezegd was. Oké, voor mij moet je een parcours... Oh! Oh, dat dus. Oké, dus die bots laten alleen mensen langs, maar geen voorwerpen. Dat is mooi. Hoe gaan we dat oplossen dan? Ja, we moeten dus een parcoursje afleggen. Dus ik denk dat je iedere keer die dingen er langs moet sneaken, zeg maar. Leeft hij nog? Nee. Ik denk dat een beetje de way to go moet zijn. Of je kan er gewoon volledig langs. Dit is heel tricky. Ga ik alvast zeggen, maar dit bestaat. Moet je zien, hè? Hopla! En dan, als je het heel goed doet, kan je de doos er meenemen. En je kan ook gewoon in mijn eentje gaan. Hé, hey, ik ga wel gewoon in mijn eentje naar de overkant, jongens. Hey! Oh. I believe there's a heavy IDS battery across the scaffolding there. Ja, goed joh, weet je, blij dat die hele doos niet nodig is. Bleh. Waarschijnlijk wel. We kunnen hem ook gooien, dan vertraging aanzetten, dan gaan we het hele parcours aflopen en hem op het einde vangen. Er zijn mogelijkheden, ja precies. Je hebt wel, even naar die astronaut kijken zo. Oh, dat is vet, vet. Pink Floyd referentie, alles. Oké, dan, toppie. Ja, we hebben gewoon die doos nodig en we moeten langs al die scanners. Dan kunnen we al die scanners een stuk doen. Of gewoon kakken. Oké, begin ik weer bij het begin, dan is het helemaal niet erg dat ik dood ging. Never experienced learning the difference between tall, venti en grande. Dat zijn koffiematen. Ik heb er ook schijt aan. Bij de Starbucks zeg ik gewoon, hey, ik wil gewoon een medium koffie, hoer. Dan zeg ik vaak niet hoer, zeg ik gewoon mevrouw of mama. En dan, dat is een goede grap trouwens. Mijn moeder is een hoer die bij de Starbucks werkt. Dat was de insteek van de grap. Ik weet niet of je wel eens van grappen houdt, maar... Ja, ik heb die bobbots doen. Blah! Oké, ik leef nog. En dan kunnen we heel hardcore gaan doen en hem gewoon helemaal zo gooien. Ik denk dat mijn jump skills net aan goed genoeg zijn om dat vol te houden. Oké, kijk eens aan! Skippen de twee tegelijk. Oh! Zo. Het is wel een geinig puzzeltje weer. Vaak hebben de puzzels een bepaalde catch, die moet je een beetje begrijpen. En als je die begrijpt, dan komt het allemaal goed, hè. Amen, amen, amen. Oké, dan. En nu krijgen we deze. Ik heb geen idee waar het kleurenwiel zit. Helemaal aan het begin. Huh? Dit ding mag er niet langs, of wel? Dit ding mag er niet langs. Oh, nee. Wat nu? Ik gooi hem daarin. Wow. Volgens mij blijft hij sowieso wel liggen met die worp. Alles wat niet organisch is, oftewel niet levend werfsel is, gaat kapot. Dus doe ik het even zo. Deze ding kun je gewoon pakken, dat is fijn. Ik hoef niet van dimensie te wisselen. Ik kan dit gewoon volledig in slow motion doorlopen. Dit is wat ik probeer te zeggen. Oké, dan. Ik liep er bijna zelf vanaf. Dikke tip, doe dat niet. Het helpt gewoon niet. Yes. Ik weet niet of deze gooi een beetje goed was. Laat even wachten geblazen, maar... Het is wel een lekkere gooi hoor. Ja, het is wel een lekker gooitje. Hey, geef. Hier. Alles. Oké, ja. Ik kan wel even naar het begin gooien vanaf hier. Hoop ik. Je ook kan doen als je ongeduldig bent, zoals ik. Ik ben heel ongeduldig.
En zo, hey. Dan ga je, denk je, oh, dat duurt nog vet lang, man. Dan denk je heel even kort zo. Oh, dat wordt echt een net handje. En dan, de meest indrukwekkende trickshot ooit. Heel lang gaan wachten nu met z'n allen. Tjaga! Boom! En daar sluit de video mee af. Beter dan dit kan het niet. Je moet stoppen op je hoogtepunt. Behalve met seks, dat is onhandig. Daarna dan. Dat is stand-up comedy. Ik ga dit schrijven. Ja, mensen zeggen altijd over je carrière, je moet stoppen op je hoogtepunt. Nou, dat werkt dus niet zo goed met seks. En dan, nou, iedereen lacht misschien niet. Nou ja, kijk voor deze aflevering. En tot de volgende aflevering van XL Gameplay. Suggesties mogen beneden. Je mag ze ook ergens anders dumpen, maar dan lees ik het waarschijnlijk niet. Nou ja, kijken. Tot de volgende aflevering van XL Gameplay. Volledige serie staat op mijn kanaal. Zoek even Quantum Conundrum Serpent Gameplay. En dan bestaat dat ergens. Nou ja, kijken. Doei.